Bij Okken denken we al vlug aan Aziatische producten. Vandaag gooien we het over een andere boeg. Voor mij is de Subri Wokmi echt een geschenk uit de hemel. Mensen die weinig tijd hebben en die een snelle hap willen klaarmaken, lekker en gezond, is dit het ideale product. We gebruiken witloof, appels en pijpuitjes. Dat alles gaan we combineren met een mooi stukje zalm, die we ook gelijkmatig in kleine stukjes snijden, zodat alles vlug klaar is. Ons appeltje die zal eigenlijk zorgen voor een klein beetje zoetheid, maar ook frisheid in het gerecht. Wat toch niet onbelangrijk is. Zo, alles staat eigenlijk klaar om ons gerechtje te beginnen. Die pan die hebben we al op voorhand wat heet gemaakt. We beginnen met de pijpuitjes. Dan gaat het witloof erbij. Mag vrij vlug gaan, want de pan is goed heet. En we gaan onmiddellijk eens omroeren. Zover zijn we al. Eigenlijk is het al bijna klaar. Zo zie je hoe gemakkelijk het is om dat gerecht klaar te maken. De wokmi gaat erbij. Ook even goed omroeren. We gaan dat even kort onder de groente bakken nu, wat je al mooi die smaak opneemt van alles die al in de pan is. Nu overgieten met wat water. En dat begint zo wat onderaan de pan te bakken, dat is ook de bedoeling. Het is ook roerbakken natuurlijk. Vervolgens nemen we de mosterd. Er mag zo goed wat bij, het mag wel wat pittig zijn natuurlijk. Heerlijk. Nu rest ons enkel nog de zalm. Die zalm gaan we natuurlijk afzonderlijk ook kruiden. Peper en zout. Komt bij de wok. Goed omroeren ook. En je kan zien, die zalm begint onmiddellijk te garen. Dan rest dus enkel nog het dresseren van het bord. Zo zie je maar 5 minuten tijd. Prachtig gerechtje, onze Subri Wokmi, witloof en een gebakken appeltje. Heerlijk. Beetje bieslook erover. En zo, in 5 minuten tijd, hebben we onze Subri Wokmi met gebakken appeltjes, witloof en een stukje zalm. Smakelijk!